Koffietoeskijn. Het is nu zo heel erg wijn. Koffietoeskijn. Nee, je krijgt echt geen spijt. Koffietoeskijn. Nou, was daar even een begin, mensen. Daar zijn we weer. Nou, zo hebben we er nooit geopend, hè. Dankzij Marie Heij, want die is vandaag hier te gast. En daar waren de Krikkelblazers uit Marie Heij. Applausje, jongen. Ook voor jullie zelf, hè. Ja. En natuurlijk is dan ook nog de tijd om dan ook nog de prins en prinses van Marie Heij binnen te halen met de adjudant. Daar komen ze, hè. Gezellig. Alaaf, jongens. Dat kunnen we nou even een keer een alaafje doen. Hè? Ja, kom maar even binnen, gezellig. Hey, hey Tooske. Hallo. Alaaf, alaaf. Ja, dag, och, dag, adjudant. Kom maar gezellig staan, hè. Hé, hey, wat een binnenkomst, hè. Nou. Even kijken, Pilske. Ja, lekker. Ja, gezellig. En van wie ben jij erin? Vertel eens. Van wie ben ik erin? Ik ben erin van de Leest, uit Marie Heij. Ja, en, dat is Jurgen. Toch van zo'n wegbedrijf, of niet? Van de Leest? Nee, van de Leest is van nee, dat is weer iets anders. Nee, zit dat even, is iets heel kijk anders, op Pilske, ja. Ja, elk jaar, hè, dus dat is nou. Elk jaar. Ja, hé, hey, maar hoe lang woon jij al? Ben ik een echte, oh, wacht even. Een Marie Heijse? Ja, zeker. Of Heijenaar, of hoe zeg je dat? Een Heijse. Een Heijse, dat is niet zo heel veel meer, hè? Nee, dat is niet dus, heel veel, zeg maar. Even kijken of ik nog meer erbij kan gooien. Zo. Ja, ik maak er gewoon één grote. Je moet weten hoe kik. Ik dat thuis doe altijd, hè? Kik. Ach, was kwam. Iets fris of bier? Of, nee, ik wil wel cola. Een colaatje, wacht even. Zet me ook even bukken, dat is altijd. Zeg, en van wie ben jij erin, hè? De prinses? Ik ben er een van Rijmakers uit Veghel. Uit Veghel? Ja. En ga je daar goed in de Marie Heijse met een Veghel aan? Ja, dat gaat goed. Ja, dat gaat goed. Ja, want het is ook. Dat is ook voor tegenwoordig altijd, hè, dat gewoon goed. Hè. Hey, maar waar vieren ze nou het schoonste carnaval? In Marie Heij of in Veghel, zeg eens? In Marie Heij. In Marie Heij. Ja. Dan nemen ze in Veghel niet in dank af, denk ik, tegen dat nou nee, zegt. Nou ja. Maar dat maakt niet daar uit. Daar woon ik toch niet meer. Daar woon ik toch niet meer, dus. Waar woonde jij vroeger in Veghel? In welke, in Zuid of in? Op de Bunders. Op de Bunders, oké. Okay. En jullie zit nou in Marie Heij in het centrum? Ja, we wonen in harte centrum, aan de buitenkant van het centrum, aan de rand van het centrum. Okay. Een mooi uitzicht over de voetbalvelden. Oké. Okay. Dus, nee, was Jos had toch zijn studio, of niet? In Marie Heij. Ja, dat is om het hoekje. Nou, dat ik het allemaal een beetje weet, hè? Ja, klopt. Dus, nog even voor de mensen thuis, hè. Wie ben jij, waar kom je vandaan? Ik ben er ook een van de Leest. Ik ben zijn broer, en dat is trouwens onze vader. Onze vader? Onze vader. Met die skornepet. Ja. Met die skornepet. Onze vader. En jij woont ja, ook al leven lang in Marie Heij, denk ik. Ik heb bekend mijn hele leven lang in Marie Heij gewoond, maar ik woon de laatste 3 jaar bijna woon ik in Uje. In Uje? Ja. Oké.
En je werkt ook bij, de afdeling bakkerij. Nee, niet meer. Wat doet het dan? Eerst was die al bakkermensen thuis. Die kennen jullie natuurlijk allemaal wel van die winkel uit Veghel eigenlijk. Die dan weer een uien is en overal een 151 vestingen en blablabla. Ja, die. Niet meer. Ik werk nu bij logistieke dienstverlener in Os, Movianto. Daar doe ik de transportplanning. Daar is iets heel anders dan brood gaan bakken. Helemaal anders. Ja. En wat doe jij in het dagelijks leven? Ik verkoop bedden. Echt waar? Ja. Bedden van, je weet wel. Nee. Oh, die niet. Nee, andere bedden. Ja, ik moet even opletten dat ik geen reclame maak. Nee, inderdaad. Maar maakt ook niet uit. Maar jij verkoopt ze, maakt ze ook? Of, worden ook gemaakt. Die doen wij in zelf maken, in eigen productielijnen. En die worden dan verkocht in Nederland aan winkeliers. Dus, en die verkopen het dan weer aan de consument. Dus, Dus maar wat is nou het beste bed, zeg maar? Wat is nou een goede bed? Een goede bed is waar je goed op ligt. Ja, daar wel, maar ja. Proberen. Ja, je moet er ook nog andere dingen op doen, hè? Slapen, een beetje televisie kijken en zo. Ja, dat klopt. Ik zou zeggen, laten we fantasie de vrije lopen. En, kijk, wat gaan men nou eens gewoon bed vindt, als hij zo zeg maar zo'n ronde is, zo helemaal rond, en daar ook nog zeg maar zo ronddraait, en dat je dan ook nog allemaal spiegels erboven hebt. Ja, en zo, dat, en dat bestaat, hè? Dat bestaat wel, hè? Ja, je moet in Amsterdam kijken, hè? Allemaal van die Nee. Rond bed, met allemaal... Nee. Daar ben ik ook geweest. Ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Sorry, tante Annie. Daar ben ik ook eens moeten een gulden in houden, toen de tijd nog. En dan kun je zo'n luiks kopen, zeg maar. Ja, ronddraaien in bed, zou denk ik. En dan zeg, ja, inderdaad. Ja. En dan ligt dan een mevrouw die het heel zwaar getafeld. Want daar lijkt het op, want ze zit echt. Ze zit daar, zo zit ze daar. En dan gaat het luikje weer dicht. Dat duurt ongeveer 30 seconden. Moet weer een gulden in houden. Hij weet goed. Heb jij dat ooit gezien of niet? Dat hebben ze Maria Heijn niet, hè? Nee. Nog niet? Misschien is dat iets. Misschien komt dat nog. En wat doe jij in het dagelijks leven? Ik ben kok. Kok? Ja, ik ben kok. Bij Stichting Theresia van Meer in Veghel, in het klooster. Oké, dus dan moet je elke dag voor de oudere mensen moet je koken? Ja, voor de nonnen. Voor de nonnen, ja. En waar maakt je dan zo de dag? Van alles. Van snietseltjes tot aan kippenvlees, tot aan, van alles. En want tegenwoordig is het niet meer koken, hè? Dat je allemaal gestiemd. Wij doen echt alles. Alles nog gewoon in de pan met water en... dat is toch wel... Er komt niks uit een pakje. Nee, maar als je nou thuis komt, heb je nog zin om voor jouw mensen om nog te koken, zeg maar? Ja. Ja, dat is een goede vraag, hè? Ja, je ziet wel dat ik niks tekort kom, toch? Nee, dus, dat klopt. Nee, dat is gewoon goed... Wat goed verwend. Je bent wel complimenteus ook, trouwens. Ik ben zo complimenteus, hè. Maar goed. Zeg, wat is het motto in Maria Heij? Het motto is, aan ons zal het niet liggen. Aan jullie zal het niet liggen. Juist. Want hoe lang ben jullie nou al prins en prinses? Hoe lang is het? Ja, toch al ruim 10 dagen of 8 dagen, 9 dagen nou denk ik. 9 dagen? Ja, dat is toch al een hele tijd. Dat is al een hele tijd, of niet? Ja, nou. Wij zijn nog keivers. En hoe heb jij het weer uitgekozen of doet dat iemand anders weer? Wij doen dat met de Hoge Raad, de oude prinsen. En het toeval is wel dat ik zo onder andere mee ben met ze vragen, ja. Oké, en waar zit jij toen meteen? Ja, ik wil. Nee, ik zeg, je moet even Ank wakker gaan maken, want die lag net op bed. Want ze kwam een beetje laat binnengevallen. Tenminste, hij kwam laat binnen, de ander die zat er al even. Voor het verhaal, dus, even kijken. Zij lag op bed, het was laat. Ja. En jij kwam aan de deur. Ja. Ja, dat even nog voor tante Annie thuis. Een van de oude prinsen is een kameraad van hem en die zat al bij hun binnen. Ja. Met een smoesje. Ja, maar zij lag op bed al. Ja, dus, het was op een gegeven moment 11:30. Dus je hebt wakker gemaakt, zeg, ze komen wel vragen. Laat me lekker liggen, hè? Dat was eigenlijk wel, ja. Ja, maar dat was niet de bedoeling. Nee, daarna is het nog wel een beetje laat geworden, zeg maar. Want we hebben gezegd, aan ons zal het niet liggen. Wij gaan een mooi visje maken, Maria. Waar jij meteen al zoiets van, dacht je niet van, oh, als dat nou niet te veel werk is allemaal? Want je moet het toch combineren met jouw koken natuurlijk. Ja, ook. En we hebben 2 kinderen. Ja, hoe oud zijn ze trouwens, de 2 kinderen? 3 en 1. Mees is 3 en Loet is vrijdag 1 jaar geworden. Dus. Nou, gefeliciteerd dan nog, hè? Ja, dankjewel. Ja, en, maar die vieren natuurlijk nog geen carnaval, hè? Daar zijn ze nog iets te jong voor, denk ik. Wow. Ja, die gaan we mee carnaval vieren. Jong leert het oud gedaan, hè? Ja, dat is waar. Die is de nieuwe prins over 20 jaar, zeg maar. Nou ja, 30 of hoe oud moet hij eigenlijk zijn voor prins te zijn? Je bent nooit... Jong om prins. Ik ben nooit jong. Heel goed gezet. Ja. Zeg, wat is nou het schoonste plekje in Maria Heij?
Als jij zegt van nou, als je naar Mariaheis toe komt, hè, daar vind ik nou een heel schoon plek. Dat is typisch Mariaheis. Het Skoonse plekje in Maria, dat is een goeie. Ja, Dobbelsteenplein staat niet bekend als het Skoonse plekje in Maria. Maar wel het bekendste, toch? Ja, wel het bekendste. Ja, dus eigenlijk het Skoonse plekje is denk ik bij ons tegenover op de wei. Op de wei. Ja, nou de uitzicht op ons huis, nou, dat is eigenlijk het mooiste plekje wat er is. wordt er trouwens nog bijgebouwd in Mariaheis of doen ze dat ook niet meer? Jawel, jawel. Ja, het plan achter de kerk, zeg maar. Bij het, waar vroeger de Mol stond, Café de Mol, ja. daar is het nieuwe, het laatste bouw. Als je dus rondkijkt, als je dus rondrijdt, ik rijd nog wel eens rond. Hè. Dan zit er zo naar links en rechts te kijken. En als je dan hier net als Uien Zuid en zo, dan ligt er onderhand kamp tegen Mariaheis aan. Dat is ook de beste kant van Uien Zuid. De kant van Mariaheis. Maar dat is toch waar, hè? Want ja, het groeit allemaal tegen elkaar aan. Ja, dat klopt. Dus, het wordt dadelijk één groot Mariaheis worden dadelijk, ja. Over een aantal jaren. Nou, daar hadden wij al gezeten, van als we nou met Skyline, zeg maar, de studio in Mariaheis zetten, dan zitten we overal middenin. Nou, is dat een idee? Ja. Dat is een super idee. Nou, daar gaan we eens over nadenken. Jullie bent welkom in Mariaheis. Ja, dat ook gezellig. Ja, ja. Dat weet ik. Dat is altijd gezellig. En de hofzittingen en zo, dat hebben jullie ook nog steeds elk jaar? Je hebt het net gehad. Je hebt het net gehad. Ja. Vorige week was het. Ja, vorige week, ja. Ja, dat is alweer een week geleden. Dat klopt. Snel. De tijd vliegt, zeg maar. En was dat gezellig? Dat was super. Dat was super. Echt een kei mooie bom. Donderdags begint dat, geloof ik. Donderdag, vrijdag, zaterdag. Ja, dat klopt. Dat is donderdag begonnen. En dan vrijdag, zaterdag. Ja, dan gaat het dak eraf, hoor. Dat is helemaal super. De eerste kei mooie avond gehad. Montavond, mooie artiesten, allemaal van heise bodem, dus dat is helemaal super. En daarna gaan we nog ergens deur, hè, tot in de late uurtjes. Tuurlijk, ja, dat is ja. Hey, we gaan het spelletje spelen, de spiraal. En daar is altijd een heel geschoond spelletje, dat moeten we even omwisselen, want ik denk dat jij het gaat doen, hè? Of heeft de prinses een bittere hand? Nee, die niet. Blijkbaar heb ik dat. Nou, dan moeten we even wisselen, want die moet even aan de kant zetten. Dames en heren, het is weer zover. Iedereen zit er weer klaar voor thuis. De zinnen begieren ons weer door de keel. Het is weer tijd voor Toschke's Spiraaltje. Toschke's Spiraaltje. Ik zal even uitleggen hoe het werkt. Je moet in een hand hier vasthouden, ja, aan de reling. En de andere gaat hiermee om de dingen heen. En je moet binnen de 1 minuut 26 blijven. Want dat hebben de piepers ook gedaan. Ja. Dus, jullie worden meenemen, hè, de beker. Ja, dat kan pas als het hele programma afgelopen is, maar dan kom ik hem uitreiken. 2 minuten hebben de tijd. Doe even rustig, want alle mensen zijn heel erg gespannen. En wij zeggen even niks. Doortje stilte, ik moet hem even aanzetten, even kijken of hij doet. Ja, zo. Dat mag je dus niet doen dadelijk, hè. Okay. En hier maar even rusten. Ja, Even kijken, daar gaan we, hè. De tijd gaat nu lopen, ja. Ja, nee, wacht. Ja, ik kabel wel langer. Ja, wacht. Gaat zo. Okay. Ja! Hey. Nou, ik denk dat dit wel één van de snelste is. 35 seconden! Ja. Toosje, kom naar Mariaheis. Ja, Toosje, kom naar Mariaheis. Je bent welkom. En maar zeggen dat je het niet kunt. Ja, jij doet het heel goed. Maken. Jij doet het heel goed. Ik sta er zelf van te kijken, zeg. Ja, ik ook eigenlijk. Ik moet alleen altijd zo plat bij het onderwerp. Ik heb dat 2 weken geleden, of anderhalf week, bij de Prins receptie moeten doen bij de Knoeres. Ja. Dat was zo'n onding, heb ik er. Ja, dat was niet te doen. Hadden ze bij de Knoeres zitten ook? Ja, die apen een beetje na van jullie, denk ik. Of hebben jullie nu na gehad? Nee, want dat doen we al een jaar, zeg maar, hè, vorig jaar, dan voor het eerst. Nee, dan viel het niet mee, hoor. Dan zat je op heel hoog. Dus, ja, daarom. En gaat bij de Willem Ruijs show waren ook. Dat was een hele groot, hè. Dan moesten met zo'n heftruck of zoiets moesten dan op en neer gehaald worden. Ja, dat was echt vroeger. Ja, dat was vroeger, hè. Ja, dat is niet meer. Vroeger. Nee. Zeg, de agenda van Mariaheis, wat is er allemaal te doen? Dus ik heb trouwens nog een pilskon ertussen. Ja, ja, daarom. Zeg eens, wat is er allemaal te doen? Op vrijdag overdag is het kindercarnaval, schoolcarnaval. Ja. Komen alle kindjes van de school komen mooi naar onze krukkenstal toe. S'avonds is het het befaamde 55 plus bal. Dat is echt een supergezellige avond. En dan zaterdag gaan we overdag op ziekenbezoek. En s'avonds hebben we een keimooi feest bij ons in de krukkenstal. Dat is echt, dat knalt
het dak eraf. Met een band, zondag hè? Gaan we naar de met optocht. De band? Ja, ja. Trekdrop komt dan bij ons. Trekdrop? Ja. Ach, dat weet ik nog van vroeger. Nee. Dat zo, dat je zo met zo'n, ja, dat je hem helemaal lang kon trekken, zeg maar. Ja, en dan is de, dan is de band. Ja. Een band en dan schrijft het alleen iets anders. Maar je snapt super, zorg je maar zo en dan. Echt zo van, en dan moest hem langer. Ja, ja, ja precies. Lange trekken. Maar die kunt, ja? Die kunt. Oké. Ja, en dan zondag gaan we naar de optocht in Veghel. En dan s'avonds hebben we bij ons tienerbal, dan komen ze van Heinde en ver komen ze bij ons naar Maria naar tienerbal toe. En maandag beginnen wij met matinee voor al de kleine kindjes en dan wordt steeds, later wordt op een dag worden de kindjes steeds ouder. En s'avonds hebben we nog een knalparty en dinsdag zijn we de optocht met daarna... Met Tooske deed hij dan. Ja, echt waar? In de optocht, komt meestal wel. Oh, is, ja, vorig jaar wel in ieder geval. Komt dinsdag maar met weet je wat het punt is? Ik word overal gedropt, zeg maar. Ik word geblinddoekt. En dan word ik in een auto gesotemieterd eigenlijk, want hij is echt waar. Ja, ik heb het niet weinig hoor. Nee, en dan word ik zo naar buiten gedouwd van ga dat ding maar doen en binnen 30 minuten moet ik weer terug. Misschien moeten we eigenlijk een keer laten klonen of zo. Ja, ik weet niet. Nou, in ieder geval. Maar dan is het een optocht en dan de uitreiking natuurlijk en dan sluiten jullie af. En ja, dan zeven uur is de krikkelverbranding en dan is het dan is en het dan einde kunt hij naar de sleutel erin leveren, ophalen. Dat mag ze doen. Die is als welkom. Ze als ze wil, kunnen ze hem halen. Maar brengen doen we hem niet meer s'avonds. Oh. Ina. Leg het even weet, meidje. Niet meer, ze komen hem niet brengen. Je moet hem zelf komen halen. Maar ik heb begrepen van jou dat jij met de carnaval ook van alles en nog wat doet. Dus wat dat betreft, dat kunt helemaal goed. Dus, Mergen hebben hier de paplippels. Oh. En die komen Mergen langs. En dat is natuurlijk scorn als jullie met z'n tweeën even tegen de prins van de paplippels even wat zegt. Iets gaan wij doen. Iets leuks. Okay. Nou, ik zou zeggen... Dat gaan wij doen. Antoine en Marieke. Die spiraal, daar haal jij nooit binnen 35 seconden. Nooit. Succes! Nooit! Nou, dat moet jij nou niet te hard roepen, want dadelijk gaan ze eroverheen. Hè? Maar goed, gefeliciteerd in ieder geval alvast. Maar ja, we moeten nog even afwachten wie het dan gaat worden. En anders dan komen we inderdaad in Maria brengen. Zal het niet heel veel uit. Dan gaan we nog even deurbuurten. Die hadden jullie trouwens meegenomen. Ja, de krikkelblazers. Kom er backup niet meer uit. En die komen altijd bij jullie? Of, ja, die, ja. Die horen bij ons. Ja, die komen altijd... Ja. Het is bekend het interieur van... Het interieur ja. Van... Nou, wij gaan nog even genieten van de krikkelblazers. En voor jullie thuis tot Mergen. En je weet het, hè. Houd toe, glufke manat. Houd toe, hè.